Met een promotiefilmpje, gemaakt in opdracht van de gemeente Urk, worden bestuurders die de ambitie hebben om burgemeester te worden opgeroepen te solliciteren. Ben jij de burgemeester die onze collegevergaderingen inspirerend voorzit? Ben jij de burgemeester die voor en achter mij staat tijdens mijn werk? Tijdens de bijzondere raadsvergadering ontving de commissaris van de Koning, Arjan Gerritsen, de profielschets uit handen van Jacob de Borst, voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Die profielschets is nagenoeg identiek aan die van 4 jaar geleden. Voorzitter Jacob de Borst vertelt waar de ideale kandidaat aan moet voldoen. Nou, een energieke burgemeester die het ingeslagen pad wat we de afgelopen jaren ingezet hebben voort gaat zetten. Die een gevoel heeft voor de jeugd, daar ook mee om kan gaan. En een burgervader of een burgermoeder wordt voor gebeurtenissen waar blijdschap in ieder geval heerst, maar ook droefheid kan heersen. Ja, dan was er veel op voor de voorgaande burgemeester Kees van den Bos. Zoekt u een soort 2.0 versie daarvan? Nou, dat lukt niet, want ieder mens is uniek. Dus we gaan in ieder geval naar een nieuwe burgemeester en laten de burgemeester van de Bos, zijn. We zoeken in ieder geval nu iemand die het beleid van hem, wat hij uitgestippeld heeft, voort gaat zetten en ook tot uitvoering brengt. Commissaris van de Koning Gerritsen stond tijdens zijn bijdrage stil bij het feit dat steeds meer burgemeesters in het land te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit en onveiligheid. Hij prees de inspanningen van Urk om daar wat tegen te doen. Ja, het is natuurlijk een bijzondere fenomeen dat zich in alle gemeenten in Nederland meer en meer voordoet. Namelijk ondermijnende criminaliteit, aantastingen van de weerbaarheid van publieke organisaties en gemeenten, provincies. Het is ook tegelijkertijd heel mooi om te zien dat gemeenten en provincies en ook de gemeente Urk heel veel energie getroosten om daar wat aan te doen. Hè. Dus om medewerkers te scholen, om weerbaar te zijn daartegen, om ook in de aanpak van ondermijnende criminaliteit goede dingen te doen. De gemeenteraad van Urk is daar heel uitgesproken over, maakt daar ook geld en middelen voor vrij. En het is heel belangrijk dat een burgemeester die daar een belangrijke rol in heeft, ook de steun van de raad heeft. Ik heb vanavond gemerkt, en ik denk dat de sollicitanten die meegekeken en meegeluisterd hebben, dat ook die weten dat dat in Urk wel snor zit. Ben jij die burgemeester die Urk, de parel van Flevoland, aandurft? Wij zien uit naar jouw komst. Van 14 maart tot 4 april kunnen sollicitanten hun brief sturen. Naar verwachting zal na de zomer de nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd.